Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je in de video van vorige week hebt kunnen zien, was ik op vakantie. Daar heb ik een vakantievlog van gemaakt. Mocht je die nog niet hebben gezien, ik zal hem eventjes in het i'sje neerzetten. Dan kan je die video hierna kijken of hiervoor, wat je zelf wilt. En daarin vertelde ik ook al dat ik ook nog graag een shoplog wilde opnemen met de items die ik in Amerika heb gekocht. En omdat die vlog echt al best wel lang was, heb ik besloten om daar gewoon nog een aparte video van te maken. En dat is degene waar je nu naar kijkt. Ik heb een paar dingetjes geshopt. Het is niet extreem veel. Het is een combinatie van mode en van food eigenlijk. Een klein beetje lifestyle. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal. Op dit kanaal film ik eigenlijk altijd video's met mijn zus Tara. Maar omdat ik nu in mijn eentje op vakantie ben gegaan. Of samen met mijn vriend eigenlijk. En zij was er niet bij. Doe ik deze video daarom alleen. Maar voor de rest zal je op dit kanaal vooral heel veel video's van ons samen zien. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn. We zouden het super gezellig vinden als je op die abonneerknop drukt. Druk ook vooral gelijk dat belletje aan. En dan word je altijd op de hoogte gehouden van onze video's. Mocht je trouwens iets anders horen aan mijn stem. Dat is omdat ik echt flink verkouden ben. Het zit helemaal verstopt. Sorry daarvoor. Ik zal proberen niet te veel te gaan sniffen tijdens deze video. Maar goed, dan weet je dat in ieder geval. Ik ga gewoon gelijk verder met de items die ik geshopt heb. Dus blijf vooral gezellig kijken. Ik begin met de mode items. Het allereerste wat ik hier heb liggen is deze longsleeve. Van Santa Cruz. Het is een skateboardmerk. Maar ik heb het ook gelijk gekocht als souvenir. Omdat we zelf ook in Santa Cruz zijn geweest. En ik vond het gewoon een heel erg tof shirt. Dus het is een zwarte longsleeve. Lange mouwen zoals je kan zien. En het logo staat hier op de voorkant. En hij staat groter op de achterkant. En je hebt deze ook nog in verschillende variaties. Maar ik vond deze gewoon altijd het allerleukste. En ik heb hem extra groot gekocht, zodat hij gewoon wat meer oversized is. Dus ik kan hem ook dragen als een jurk. Maar gewoon ook over een jeans of een ander soort broek. Leek me wel heel erg leuk. En het is ook tegelijk gewoon een souvenir. Wat ik wel een leuk detail vond. Ook van Santa Cruz is dit witte t-shirt. Deze heb ik voor Tara geshopt. Het is vrijwel hetzelfde model. Alleen het is dus een wit shirt met korte mouwen. Ook weer hier op de voorkant die strepen met het logo. En op de achterkant. Tara weet op dit moment nog niet dat ze deze krijgt. En ik denk dat ze hem wel heel erg leuk gaat vinden. En toen zij een paar maanden geleden op vakantie was geweest, had ze voor mij een trashy shirt meegenomen. Dus op deze manier blijf een beetje deze traditie standhouden. Ik moet gewoon niet dit soort lastige dingen zeggen, want ik kom er nooit uit. Anyways, deze heb ik dus voor Tara geshopt. Ik ben super blij met dit nieuwe shirt. Kijk hoe cool de achterkant is ook. Love it! En ik heb ook nog deze schattige mini stickertjes van Santa Cruz gekocht. Gewoon omdat ik het leuk vond. En ik heb op mijn laptop allemaal stickers zitten. En het leek me leuk om deze gewoon erbij te plakken. Ik heb nog een paar kleine plekjes over. Een roze, zoals je hier kan zien. En ik heb hem ook in het rood. En dat is precies hetzelfde zoals op de t-shirts. Verder zijn we ook naar een paar outletcenters geweest. Daar is Amerika echt super goed in. Er zijn heel veel outletcenters. En ze hebben daar ook altijd best wel hele goede aanbiedingen en deals. Dus ik heb bij een van de outletcenters mijn Adidas jasje. Ik zal hem eventjes dicht ritsen. Een Adidas jasje geshopt. Ik had al een Adidas broek. En ik wilde al heel erg graag er een jasje bij hebben. En deze kon ik bij de outlet store met flinke korting kopen. Waardoor die een stukje goedkoper uitviel. Want het zijn best wel prijzige dingetjes. Hij paste echt perfect bij. Ik heb dit ook gelijk gedragen op onze terugreis terug naar Nederland. En dan is het gewoon een heel tof volledig Adidas pak. Wat ik altijd wel heel erg leuk vond. Dus dat is deze. Hij heeft niet het logo op de achterkant, wat ik in eerste instantie eigenlijk een beetje jammer vond. Maar eigenlijk vind ik het ook wel fijn, omdat je echt al gewoon het hier ziet staan. En door de strepen is het al super herkenbaar. Anders wordt ze ontzettend schreeuwerig misschien. Ik heb hier nog een cadeautje. En dit is een donkerblauwe polo met korte mouwen van Tommy Hilfiger. Mijn vader is namelijk net jarig geweest een paar dagen geleden. Nou ja, tegen de tijd dat jullie deze video's zien, is het al een tijdje terug. Maar in ieder geval, dit heb ik nog voor zijn verjaardag gekocht. Want ik kon er helaas niet bij zijn, omdat ik nog net op vakantie was. En hij gaat binnenkort nog op vakantie met mijn moeder. Dus ik dacht, dan is een t-shirt met korte mouwen wel heel erg fijn om nog te hebben. In plaats van dat ik zeg maar een trui koop. Dus ik hoop dat hij hem leuk vindt. Ik denk dat hij donkerblauwe heel erg fijn vindt. En volgens mij heeft hij deze nog niet. Ik hoop het. Maar ik denk dat hij er wel heel erg blij mee gaat zijn. Staat goed. Ben je er blij mee? Ik ben heel blij mee. Precies de goede maat.
Wat ik ook in een outletcenter heb gevonden zijn deze super schattige baby Vans. Ik vind ze echt te gek. Dit zijn de Vans Half Cap. En aan de buitenkant hebben ze zwart suède en dan aan de binnenkant van dat grijze wol. Ik vond ze echt zo ontzettend schattig. Ik heb volgens mij de kleinste maat gekocht die ik kon vinden. En deze zijn niet voor mij. Ik ben nog steeds niet zwanger. Maar ik heb deze gekocht voor Serena, of eigenlijk voor Marshall. Maar het is dus deels ook voor Serena als cadeautje. Ik zag ze gewoon staan. Ik kon het niet laten om ze te nemen. Ik bedoel, kijk dan hoe ontzettend schattig ze zijn. En ik vind dat ze er ook echt zo mooi en luxe uitzien. Ik weet niet zeker of Marshall hier nu al in past. En of ik niet nog heel wat maanden moet gaan wachten. Maar ik dacht, ik koop ze gewoon alsnog. En desnoods wacht Serena nog even een paar maanden voordat hij erin gaat. Of desnoods doet ze gewoon wel aan omdat het gewoon heel erg leuk staat. En straks in de winter dan houden deze schoentjes zijn voetjes vast ook nog wel lekker warm. En ik kan gewoon niet wachten om te zien hoe ze bij hem aanstaan. Ik denk dat ze ze echt wel heel erg leuk gaat vinden. Dus ik ben heel erg benieuwd naar haar reactie. Ik heb deze gekregen van Laris. Ik vind ze super leuk voor Marshall. Ze zijn zo stoer. Ik hoop dat hij ze heel snel past. Marshall slaapt. Volgende item is dit shirt. Super oversized shirt. Met zoals je kan zien Harley Davidson erop. Ik wilde heel erg graag zo'n shirt shoppen. Wij zijn in Los Angeles naar de Melrose Avenue geweest. Dat is een hele lange straat met heel veel winkels. Ze hebben aan de ene kant van de straat hebben ze meer designerachtige high-end winkels en boutiquejes. Meer aan de andere kant van die straat hebben ze heel veel thrift stores, vintage winkels. En dat is een van de winkels waar ik dit shirt vandaan heb. Het is gewoon een shirt. Hij ziet er ook al best wel volwassen uit. Ik denk dat hij oorspronkelijk zwart was. Maar hij is op dit moment een beetje volwassen grijs. Maar dat is precies waar ik naar op zoek was. Want ik wilde gewoon graag een of een tof band shirt dat een beetje volwassen was. Of een Harley Davidson shirt. En ik heb dus deze gevonden. Het is een maat, weet ik niet. Maar hij is echt heel erg groot. Dus ik kan hem aan als jurk. Wat ik wel heel erg leuk vond staan. Daar heb ik ook deze foto van geplaatst op mijn Instagram. Aan de achterkant heb je ook nog een plaatje staan. Wat ik wel heel erg mooi vond. En ik ben echt super blij met deze vondst. Ook uit een tweedehands winkel. Maar volgens mij is dit item niet tweedehands. Maar het wordt wel in een tweedehandsachtige winkel verkocht. Het is Wasteland trouwens, mocht je benieuwd zijn. Wasteland was echt een super grote winkel. Ook deze is op Melrose Avenue. En daar verkopen ze allemaal tweedehands spullen. Ik denk dat mensen daar naartoe kunnen komen met hun spullen. En dat misschien doneren of verkopen. Dat weet ik eigenlijk niet zeker wat er gebeurt. Maar alle items die je dus daar kan vinden zijn tweedehands. En op die manier worden ze dus weer opnieuw verkocht. Wat ik wel een heel fijn idee vond. Maar bij Wasteland heb ik een heel leuk kettingje gekocht. En dat is deze. Het is een goudkleurig kettingje. En hij heeft drie verschillende lagen. Dus bovenaan heb je één enkel muntje. En dan heb je deze in het midden met soort van, ik weet niet hoe je dit noemt. Het lijkt een beetje op zonnestraaltjes. En dan onderaan heb je weer nog een keer verschillende muntjes. En ik was heel erg lang op zoek naar zo'n ketting met meerdere laagjes en in goud. Want meestal draag ik zilver. Maar het leek me heel erg leuk om wat meer gouden items toe te voegen. Zodat ik een beetje meer kan mixen en matchen. Want in mijn oren draag ik eigenlijk altijd zilver. Maar eigenlijk wil ik dat ook wel een keertje gaan omwisselen naar goudkleurig of goud. Om te kijken hoe dat bij mij staat. Want deze gouden ketting vind ik in ieder geval echt heel erg leuk. En ik vind het vooral heel erg leuk om dit soort kettingen te combineren met een geprint shirt. Dus dat je echt die kettingen over dat printje krijgt. Zodat het lekker wat drukker wordt. Staat eigenlijk wel wat stoerder, vind ik altijd vaak. Dus ik heb ook al het shirt met het kettingje samen gecombineerd. En dat vond ik echt heel erg leuk staan. Dat was het eigenlijk alweer voor de mode items die ik heb geshopt. Dan ga ik nu door naar even wat meer random misschien eerst. Ik heb dit gekocht. Dit zijn Command Hooks. Ik kijk best wel vaak de video's van de Sorry Girls op YouTube. Dat zijn twee meiden uit Canada. En die maken altijd vaak van die do-it-yourself video's. En dan gebruiken ze altijd van dit soort strips. Eigenlijk gewoon haakjes. Op de achterkant zit zo'n plaksel dat je het weer van de muur af kan halen. Dus als je het ergens op plakt en je hebt een keer iets van, nou, ik wil het niet meer hier hangen, dan kan je het gewoon eraf halen zonder dat je je muur verpest. Nou hebben we dat ook van een Nederlands merk. Ik kan heel veel niet op de naam komen. Maar die zijn redelijk prijzig. Dus toen ik deze tegenkwam, volgens mij heb ik hiervoor betaald €5. En dit zijn er 6.
dacht ik van dit is wel wat goedkoper. Dus het leek me gewoon heel erg leuk om deze een keer uit te proberen. En ik wil dit gaan gebruiken om bijvoorbeeld een schilderijtje op te hangen of iets anders. Ik wil gewoon de komende tijd mijn werkkamertje waar ik mijn computer heb staan een beetje wat meer versieren door wat schilderijen op te hangen. En ook op mijn slaapkamer wil ik wat dingen aanpassen en wat meer decoreren. Dus ik dacht, dan is dit wel heel erg fijn. Zien er verder ook heel erg simpel uit. Doorzichtig, zoals je kan zien. En dan aan de achterkant zitten daar die plakstrips. En ze zijn dus van dit merk. Ook in de categorie Lifestyle Random is deze deodorant. Dit is de Secret Luxe Lavender Geur. En dit zijn super goede deodorants. Ze ruiken ook heel erg lekker. Maar ze werken vooral echt heel erg goed. Ik zou zeker aanraden om als je in Amerika bent eventjes naar te kijken. En eventueel één mee te nemen of twee of hoeveel dan ook. Want ze zijn echt heel erg fijn. En deze geur leek me het lekkerst. Ga ik door naar make-up. En ik heb eerlijk gezegd maar één item gekocht van make-up. Ik moet zeggen dat het hele shopgedeelte tijdens mijn vakantie. Ik was daar heel erg... Ik wist gewoon niet zo goed wat ik moest kopen. Wat ik wilde hebben. Of ik het wel moest hebben. Of ik het niet gewoon in Nederland kon halen. Maar ik kreeg in ieder geval van Serena te horen dat er een nieuwe concealer uit was. Dit is de Too Faced Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. En in Nederland kan je ook Too Faced kopen bij bijvoorbeeld de Douglas. Maar ze vertelde mij dat er niet heel veel kleurtjes beschikbaar zijn. Dus ik heb gewoon uiteindelijk gekocht bij Sephora. Super jammer trouwens nog steeds dat wij nog steeds niet de Sephora weer terug in Nederland hebben. Want dat zou echt super fijn zijn. Maar ik heb hem dus daar gekocht. Deze concealer is echt onwijs goed. De coverage is echt geweldig. En als je hem gewoon opendraait dan heeft hij zo'n hele grote... spons applicator, denk ik dat je het noemt. Zo ziet het eruit. En dat kan je gewoon heel simpel gelijk op je gezicht aanbrengen. Of als je dat niet fijn of hygiënisch vindt, kan je het ook gewoon een beetje op de rug van je hand aanbrengen. En dan op je gezicht. Deze coverage is echt onwijs goed. Je hebt niet eens heel veel nodig. En er zit best wel veel in. Namelijk 15 ml. Het klinkt niet heel erg veel. Maar als je gewoon kijkt naar hoe groot hij is. Zit er heel veel product in. En hij is gewoon echt heel erg goed. Ik zat te twijfelen om deze Too Faced concealer te nemen. Of de Tarte bla 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 concealer. Ik ben heel veel de naam kwijt. Ik zat er heel erg over te twijfelen. Maar ik merkte dat die Tarte best wel een beetje sticky was. Wat voller van substantie. Wat misschien wel heel erg goed zou zijn. Omdat ik een redelijk droge huid heb. Maar ik merkte dat hij gewoon best wel langzaam droogde. En dat hij heel erg in de lijntjes ging zitten. Dus ik ben uiteindelijk toch voor Safe gegaan. En ik ben voor deze gegaan. Ook omdat Serena zei dat deze waarschijnlijk beter is dan die van Tarte. En als het op beauty aankomt, luister ik eigenlijk altijd naar Serena. Dus anyways, deze genomen. Ik heb hem al een paar dagen gebruikt. Ik ben er super blij mee. Ga ik door naar food, ofwel de snacks. Want daar heb ik er ook nog een paar van gekocht. Ik ben trouwens echt onwijze fan van alle supermarkten in Amerika. Ze zijn altijd zo ontzettend groot en uitgebreid. Je kan er echt alles vinden. En van elk soort heb je 10.000 verschillende opties. Dus ik kan daar echt uren in ronddwalen. Maar ik moet zeggen dat ik mezelf echt heel erg heb ingehouden. Want ik heb maar een paar dingen geshopt. Waaronder dit. Dit is de Blueberry Muffin Mix van Betty Crocker. Betty Crocker is echt voor mij een soort van nostalgie, Amerikaans merk. Iets waar ik altijd naar ging kijken als we in de supermarkt waren. Dus ik heb daar deze van gekocht. Het chillen aan deze is dat je er alleen water of melk aan toe hoeft te voegen. En dan ben je zo klaar. Volgende wat ik heb geshopt is deze doos met popcorn. Dit is microwave popcorn. Maar dan sweet en salt tegelijk. Ik ben echt een fan van zoet en zoute popcorn door elkaar. Als ik naar de bioscoop ga, dan vraag ik ook altijd om die mix. Dus ik vond het echt super leuk om te zien dat ze dat dus gewoon hier verkopen als magnetron popcorn. Dus ik dacht, deze wil ik heel graag meenemen. Ik was ook op zoek naar de cheese of cheddar flavor van popcorn. Maar die verkochten ze gewoon totaal niet. Wat ik best wel raar vond. Want ik dacht dat ze in Amerika altijd wel kaaspopcorn verkochten. Maar ik kon het serieus in meerdere supermarkten gewoon nergens vinden. Dus ik heb het alleen op deze gehouden. Verder heb ik ook nog twee zakken chips. En dat zijn deze. Dit zijn de Cheetos Flaming Hot Crunchy. Volgens mij eet Jen van Jenem deze ook. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Want deze heb ik nog niet geproefd. Want het is de Flaming Hot. En ik heb deze zak meegenomen. Dit is de Cheetos Crunchy. Dus dit is eigenlijk zeg maar de gewone variant. En deze heb ik voor mijn vriendinnetje Mirna meegenomen. Want die is hier echt helemaal gek op.
En ik had gewoon gevraagd of ik een zak voor haar moest meenemen. En dat leek haar wel heel erg lekker. Dus deze heb ik voor haar meegenomen. Ik ben heel erg benieuwd hoe heet deze is. Maar ze zijn allebei, of in ieder geval deze, is echt super lekker. Dus ik verwacht dat deze ook wel heel nice gaat zijn. Nou, en dat waren alweer mijn geshopte spulletjes uit Amerika. Ik moet zeggen, ik ben best wel trots op mezelf dat ik me best wel heb ingehouden. Ik wilde wel heel graag nog zo'n vintage Levi's jeans. Die kun je ook bijvoorbeeld op de Melrose Avenue vinden. En elke zondag hebben ze de Melrose Avenue Trading Post. Daar hebben we ook nog rondgelopen. En ik wilde heel graag een nieuwe jeans kopen. Maar ik heb uiteindelijk iets van 20 paar aangepast. En uiteindelijk zaten ze allemaal niet echt super geweldig. En ze waren nog best wel prijzig. Zeker tussen de $80 en $140. Wat ik best wel duur vind. Dus ik heb dan iets van, dat moet een broek ook wel echt perfect zitten. Wil ik zoveel geld ervoor neerleggen? En dat was helaas niet het geval. Dus dat is mij helaas niet gelukt. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het vintage Harley Davidson shirt heb gevonden. Want dan heb ik in ieder geval één ding van mijn lijst kunnen afstrepen dat ik heel graag wilde. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik in Amerika heb geshopt. En laat me vooral even weten wat je van deze geshopte items vindt. Wat jij altijd graag op vakantie koopt. Nogmaals, mocht je nog niet mijn vakantievlog gezien hebben, hij staat in het i'tje. Klik er ook gezellig even op om die ook nog even te zien. Om een beetje behind the scenes te hebben van deze vakantie. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je snel weer in de volgende. Doei! Okay, ik heb net deze video afgesloten. En de audio is ook allemaal uit, dus sorry daarvoor dat het niet zo lekker klinkt. Maar ik heb nou in één keer zo'n ontzettend trek gekregen in deze. Dat ik hem gewoon even open ga maken. Eentje proeven om te kijken hoe heet hij is. Hij is wat rooier dan normaal. Die gewone zijn wat meer oranje. Mmm, lekker. Maar zeker wel, oeh. Ja, flaming hot. Oeh. Dat is echt inderdaad wel heel erg heet. Oké, nog eentje. Een beetje zuurig ook ergens. Oké, volgens mij krijg ik hier een beetje bovenlipzweet. Lekker, maar wel wauw.